Wie moedeloos wordt van negatieve berichten over ons klimaat, bekijkt het best ook eens van de andere kant. Hoewel het milieu veel te verduren heeft, is er een grote groep mensen die gelooft dat het met het klimaat de andere kant kan uitgaan. Die vernieuwende ideeën en praktische initiatieven komen aan bod op het Groene Boek. Op zondag 6 mei gaan wetenschappers, schrijvers en denkers uit het middenveld in gesprek over een duurzame toekomst die absoluut mogelijk is. In gesprek met elkaar, maar ook met jullie. Nick Balthazar zal voor de gelegenheid optreden als presentator. Een duurzame samenleving opbouwen vergt verbeelding van artiesten en denkers. De literatuur kan ons hierbij helpen. Daarom krijgen verschillende schrijvers een centrale plaats op het Groene Boek. Maar er is ook moed voor nodig, want we moeten de dingen in vraag durven stellen. Andrew Sims doet het ons voor. Hij komt ons vanuit Londen vertellen over de New Economics Foundation. Kunnen we verder met onze economie nu energie en grondstoffen schaars worden? Een ander thema is werk. Moeten we steeds meer en langer werken? Moeten we niet net minder consumeren en meer zorgen voor elkaar? Andere toekomstige uitdagingen die ook aan bod komen, zijn de pro's en contra's van genetisch gemanipuleerde voeding of de overbevissing van onze oceanen, die doet nadenken over onze eigen eetpatronen. Tegelijkertijd staan we stil bij hedendaagse alternatieven, zoals zaken delen en ruilen. Michel Bouwens komt ons bovendien vertellen hoe we samen dingen kunnen maken. Water is essentieel voor ons en onze planeet. Brian Fagan komt ons meer vertellen over hoe de mens in het verleden omging met water en de lessen die we hieruit kunnen trekken voor de toekomst. Ook jij kan in gesprek gaan. Tijdens een speeddate met een organisatie die werkt rond duurzaamheid of in dialoog met een medeburger aan een van de trage tafels. Daarnaast kan je de hele dag door spraakmakende documentaires bekijken. Mis de verhalen van het Groene Boek niet. Bestel nu al je ticket op www.zuiderpershuis.be en kijk voor meer info op www.hetgroeneboek.be.